Hallo iedereen, welkom in deze demo-sessie van het platform Telefon Digital. Ik ga vandaag eventjes uitleggen voor jullie wat er eigenlijk allemaal mogelijk is met het platform, hoe het in zijn werk gaat. Ik start daaruit vanuit het perspectief van de dienstverlener. Straks zal ik ook eens inloggen als patiënt om te tonen hoe dat dan eruit ziet voor de patiënt. Maar ik start dus bij de dienstverlener. Met Telefon Digital is het eigenlijk mogelijk om enerzijds een teleconsultatie te gaan geven of te gaan hebben met de patiënt. Anderzijds is er ook de mogelijkheid om oefeningen door te geven aan de patiënt. De patiënt kan die dan maken, ook via het platform, maar jij als therapeut hebt eigenlijk inzicht in de resultaten van die oefeningen. Het is eigenlijk met dat deeltje dat ik graag start. Het eerste belangrijke om daarbij te vertellen is dat wij een hele grote publieke bibliotheek hebben. Hier zijn allerlei oefeningen al beschikbaar om aan de patiënt te gaan meegeven. Je kan hier gaan filteren op taal. Ik zal nu even Nederlands nemen. Ook op discipline. Onze initiële focus ligt op logopedie, maar er zijn ook al andere disciplines aanwezig in het platform, zoals kinesitherapie, diëtiek, ergotherapie, huisartsen en dergelijke. En daarna ook op een subdiscipline, dus als logopedist waar je dan eigenlijk in gespecialiseerd bent, bijvoorbeeld stemoefeningen, spraakoefeningen of dergelijke. Wanneer je dan een kijkje gaat nemen in de bibliotheek, zie je dat hier al allerlei oefeningen in zitten die je kan gaan doorgeven. Natuurlijk, wij weten dat het voor een therapeut heel belangrijk is om de eigenheid te bewaren en om het eigen materiaal ook te kunnen doorgeven aan de patiënt. Dus via ons platform is het ook mogelijk om zo'n materiaal en oefeningen te gaan aanleveren. Je klikt daarvoor op ga aan de slag en ontwerp een oefening. Binnen Telefon Digital werken wij eigenlijk met drie schablonen die je kan gaan gebruiken om een oefening te gaan uploaden. Het eerste schabloon die mogelijk is, is die van een vragenlijst. Zoals je ziet kan je hier verschillende vragen gaan stellen aan de patiënt. Het zij meerkeuzevragen, het zij open vragen. Deze vragen kunnen natuurlijk ook gerandomiseerd worden en dergelijke. Het tweede voorbeeld is een uitvoeroefening. De eerste stap van zo'n uitvoeroefening is eigenlijk altijd om het doel van de oefening te gaan meegeven. Je kan hierbij een foto toevoegen, een geluidsfragment, kan allemaal. Het tweede is eigenlijk een optionele stap en dat is een voorbereiding. Indien het noodzakelijk is voor de patiënt om een bepaalde voorbereiding te treffen eer ze de oefening kunnen uitvoeren, kan dat hier in dit stukje worden meegegeven. En als volgt is dan de eigenlijke uitvoering en de bedoeling hier is dat de patiënt dus eigenlijk een bepaalde taak, een bepaalde oefening thuis gaat doen. Je kan daar een foto aan toevoegen, je kan daar ook een geluidsfragment aan toevoegen, zoals hier het geval is. De oefening wordt voorgedaan. Papa, papa, papa. En dan is het dus de taak van de patiënt om dit te gaan uitvoeren. Je ziet dat hier eigenlijk meerdere opties kunnen aan toegevoegd worden. De eerste is een metronoom. Als het noodzakelijk is voor de patiënt om die thuis te oefenen met een metronoom, kan hij dat eigenlijk via het platform ook gaan gebruiken. Het tweede is een chronometer. Als er een oefening is waarbij tijd heel erg belangrijk is, dan kan de patiënt zichzelf gaan meten of de tijd gaan meten hoe lang hij of zij met een oefening bezig zijn. En het laatste is eigenlijk een hele leuke, dat is een webcam-opname. Je geeft dus eigenlijk de mogelijkheid aan de patiënt om de oefening te gaan opnemen en zichzelf te gaan opnemen. Natuurlijk, de patiënt kan dan die oefening gaan herbekijken, waardoor ze heel kritisch voor zichzelf kunnen zijn. Ze kunnen zich een keer gaan herbekijken, een keer gaan analyseren of ze misschien de oefening niet goed genoeg hebben gedaan, of ze het beter eens opnieuw doen, voor ze dit dan doorsturen naar de therapeut. Iets die ook heel leuk is daarbij is, zijn de green lines. Wij geven dus de mogelijkheid aan de patiënt om, indien het nodig is, om bijvoorbeeld een oefening te hebben waar de positie en de houding heel erg belangrijk is, kan dit gemakkelijker gedaan worden door het toevoegen van de grid lines aan de video. En dan gaat de patiënt dus eigenlijk elke stap gaan uitvoeren. Je ziet hier de verschillende stappen, totdat hij of zij komt op het einde van de oefening. De laatste optie van zo'n schabloon is eigenlijk een antwoord-invul-oefening. Als ik daar opnieuw een voorbeeld van ga tonen, is er eerst opnieuw een doel.
een voorbereiding indien gewenst. En daarna wordt er eigenlijk echt een vraag gesteld aan de patiënt die ze dan moeten gaan oplossen. Daar kan opnieuw, zoals je ziet, een foto, een geluidsfragment of een video worden toegevoegd. Dit is een voorbeeld van een meerkeuzevraag waar je dan de patiënt kan laten kiezen. Als er een fout antwoord wordt gegeven, dan verschijnt er ook een tip, indien gewenst, voor de patiënt, zodat zij de vraag wat makkelijker kunnen gaan oplossen. Bij zo'n antwoordoefening worden ook scores toegekend aan de patiënt. Er kunnen ook open vragen worden gesteld waar zij dan op kunnen antwoorden. En zoals gezegd, kreeg de patiënt dan op het einde een eindscore. Als je een van deze schablonen graag wil gebruiken om een oefening toe te voegen, dan kan je hier simpelweg op gaan klikken en dien je de structuur in te vullen zoals hieronder opgegeven. Een titel, discipline en subdiscipline en taal zorgen ervoor dat de oefeningen gemakkelijk kunnen worden teruggevonden in de bibliotheek. Je vult dus alle stappen in, je kan daar media gaan aan toevoegen. De verschillende opties kan je ook gaan selecteren. En daarna heb je eigenlijk de keuze of je de oefening in de publieke bibliotheek wil steken, of als je zegt van kijk, deze oefening is toch wat gepersonaliseerd voor mijn patiënten, ik wil die eigenlijk graag privé houden, dan kan dat ook door deze optie aan te klikken. Eens alles is ingevuld, ben je klaar om de oefening in te dienen. Daarna wordt er een reviewproces gestart door ons, zodat wij zeker zijn dat alles volledig is en dat alle oefeningen kwaliteitsvol zijn. En na dat reviewproces kan je dan de oefening terugvinden in de bibliotheek. En daar krijg je ook een mailtje van, eens die oefeningen beschikbaar zijn gesteld. Heb je nu zoiets van, goh, ik wil toch graag iets toevoegen of iets meegeven aan mijn patiënt die niet past binnen de structuur van die schablonen die wij aanbieden, kan je ook gewoon een document gaan aanmaken. Je selecteert hier opnieuw discipline, subdiscipline, taal en titel. En dan heb je eigenlijk een Word-document waar je naar eigen zin inhoud kan aan gaan toevoegen. Je kan hier tekst typen, je kan hier afbeeldingen aan toevoegen, die je dan daarna kan doorgeven aan de patiënt. Je hebt opnieuw de keuze om die persoonlijk te houden of om die in de publieke bibliotheek te gaan plaatsen. En dan kan je hier heel simpel een document aanmaken. Het laatste wat ik graag toon bij Ga aan de slag, is de mogelijkheid om taken te gaan bundelen in een template. Wij merken vaak dat er bij verschillende patiënten toch terugkerende informatie of oefeningen zijn die op een bepaald moment worden gegeven. Dat kan een eerste screening zijn, dat kunnen oefeningen zijn om de stand van zaken te bekijken. En je kan dat eigenlijk in ons platform, kan je die oefeningen, die vragenlijsten of informatie heel gemakkelijk gaan bundelen. En die bundel kan je dan met één simpele klik aan meerdere patiënten gaan toewijzen. Je geeft daarvoor een titel aan de opdracht en je kan dan de verschillende taken gaan selecteren. Het zij uit de publieke bibliotheek, het zij uit de persoonlijke bibliotheek. Je selecteert een taak en dan dien je nog in te geven hoe vaak de patiënt die oefening moet maken. Bijvoorbeeld 3 keer, 1 keer per dag om de 1 dag. Je hebt ook de mogelijkheid om bijkomende instructies te geven en je voegt die toe. En zo blijf je eigenlijk verder werken tot je een bepaalde bundel hebt van taken die je dan aan de patiënt kan gaan toevoegen. Eens je alle taken of vragenlijsten hebt toegevoegd, kan je klikken op Maak de opdracht aan en dan verschijnt die tussen jouw templates. De volgende stap is natuurlijk om die oefeningen en die vragenlijsten te gaan aanwijzen aan een patiënt of te gaan toewijzen aan een patiënt. En daarvoor gaan we even naar het onderdeeltje Mijn cliënten. Zoals je ziet, zie je hier een overzicht van alle cliënten die ik als therapeut bij mij heb zitten in het platform. De eerste stap is om een eigen patiënt toe te voegen. Je kan het simpelweg doen via de knop Voeg een cliënt toe. Je kan hier het e-mailadres van de cliënt gaan ingeven, maar het is heel belangrijk om daarbij te vermelden dat die patiënt of cliënt eerst zelf een account moet aanmaken bij Telefon Digital. Dit is voor de cliënt geheel gratis, dus zij registreren via de website telefon.be. Zij doorlopen de verschillende stappen om een gratis account aan te maken en het e-mailadres die zij daarvoor hebben gebruikt kan je dan hier gaan ingeven. Eens je dat gedaan hebt en je stuurt een verzoek, krijgt de patiënt een mailtje
om te kunnen bevestigen of afwijzen om jou als therapeut toe te voegen. Wat kan je hier dan allemaal zien bij de patiënten? Enerzijds, als je klikt, zie je onmiddellijk alle details. Dus je ziet hier bijvoorbeeld geboortedatum, reeksregisternummer, allerlei zaken die de patiënt zelf heeft kunnen toevoegen aan het platform. Maar je ziet eigenlijk ook een klein elektronisch patiëntendossier. Je kan hier alles over de patiënt gaan bijhouden. Het zij de voorgeschiedenis, de observatie, de diagnose, de aanpak. Kan je hier allemaal handig gaan bijhouden. De volgende stap is om opdrachten te gaan toevoegen. Je ziet, wij maken hier gebruik van verschillende zorgpaden die je kan toevoegen. En zo'n zorgpad heeft eigenlijk de structuur van het ICF-model. Dat kan je hier zien. Wij gebruiken het ICF-model als een kapstok waar jij als therapeut, wat jij kan gebruiken als therapeut om de oefeningen eigenlijk op een bepaalde manier te gaan structureren. Om echt te gaan werken rond de bewustwording, de training, de educatie en informatie ten opzichte van de patiënt. Bij al die verschillende onderdelen kan je eigenlijk taken of vragenlijsten gaan toevoegen. En je kan dat op twee manieren gaan doen. Enerzijds via een template, zoals ik daarnet al getoond had. Anderzijds kan je die oefening ook zelf gaan samenstellen. Je dient daarvoor opnieuw een titel aan te geven. Je kiest een taak die je aan je patiënt wil meegeven. Je selecteert die taak. En dan dien je eigenlijk aan te geven wanneer je die oefening beschikbaar wilt zien voor de patiënt. Daar zijn twee mogelijkheden in. Je kan dat gaan doen via een vooraf bepaald schema. Bijvoorbeeld gedurende een maand wil ik dat de patiënt elke maandag de oefening twee keer maakt en elke woensdag de oefening twee keer maakt. Dat is de eerste mogelijkheid. Anderzijds kan je ook heel simpel via de kalender gaan aangeven wanneer de patiënt de oefening hoeveel keer moet maken. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat de patiënt pas de oefening kan maken en enkel de oefening kan maken op het moment dat jij die oefening hebt toegewezen aan de patiënt. De reden dat wij dat daar eigenlijk in hebben gestoken is als je bijvoorbeeld een patiënt ziet tijdens een consultatie op maandag en je zegt wij zien elkaar terug volgende week maandag en de patiënt dient elke dag van de week te oefenen, ja, op zondagavond zal die patiënt dan heel snel al zijn oefeningen willen maken omdat hij het rest van de week vergeten is. Door op deze manier te werken, bouw je daar eigenlijk een soort van controle in om zeker te zijn dat de patiënt op frequente tijdstippen oefent. Je kan daar opnieuw bijkomende instructies aan toevoegen en dan de oefening eigenlijk of de taak gaan toewijzen aan de patiënt. De andere mogelijkheid is om via een template te gaan werken. Dus je ziet hier al de templates die ik heb gemaakt en je kan met één simpele klik, degene die wij daarnet gemaakt hebben, zo, met één simpele klik kan je die eigenlijk gaan toewijzen aan de patiënt. Je kiest een startdatum, je voegt de opdracht toe en dan krijgt de patiënt die oefening te zien in het platform. De patiënt gaat daar dan mee aan de slag en dan kan jij als therapeut de resultaten gaan zien van de patiënt. Daarvoor ga ik eventjes naar het onderdeeltje resultaten en hier zie je eigenlijk het volledige logboek. Wat kan je hieronder zien? Eerst en vooral zie je welke taken er op welk tijdstip zijn uitgevoerd. Het tweede dat je kan zien, zijn die gekleurde bolletjes. En dat stelt eigenlijk voor wat de patiënt vond van de oefening. Op het einde van elke oefening kreeg de patiënt de vraag: vond je deze oefening gemakkelijk, moeilijk of gemiddeld? En dat kunnen ze dan aangeven, zodat jij daar als therapeut ook een goed zicht op hebt over wat de ervaring was van de patiënt. Wat je nog ziet, is hoe lang de patiënt bezig is geweest met een bepaalde oefening. Wanneer we dan in detail gaan kijken bij een oefening, kan je eigenlijk de resultaten perfect gaan weergeven. Je ziet hier een grafiek en je kan eigenlijk zelf gaan kiezen hoe die eruit ziet. Je kan hier bijvoorbeeld het resultaat gaan beschouwen op de verschillende data waarop dat de oefening is uitgevoerd. Maar je kan ook gaan kijken naar de tijd dat ze in die oefening gestoken hebben en dat gaan uitstippelen bijvoorbeeld op de resultaten. Zo kan je eigenlijk het logboek persoonlijk gaan aanpassen naar hoe je eigenlijk de resultaten wilt gaan zien.
Als er een video opgenomen is, krijg je die hier ook te zien als therapeut. De resultaten van een vragenlijst of van een antwoordoefening kan je hier eigenlijk ook gaan. De resultaten daarvan, de scores daarvan, kan je eigenlijk ook gaan zien in het logboek. Wil je op een bepaald moment in contact komen met je patiënt, kan je dit simpelweg doen door te gaan klikken op begin gesprek om een teleconsultatie te gaan starten. Wanneer je dit doet, dan zie je eerst en vooral jezelf als therapeut, maar hier op dit scherm verschijnt dan ook de patiënt als zij opnemen om een teleconsultatie te gaan starten. Het is heel moeilijk om te duiden wat er gebeurt tijdens zo'n teleconsultatie, maar ik kan het natuurlijk wel uitleggen. Onderaan verschijnen verschillende grafieken die het volume en de toonhoogte van de patiënt gaan meegeven. Hier, op dit witte vlak, kan je samen met je patiënt een oefening starten. En je kan eigenlijk alle oefeningen die in het platform aanwezig zijn, simultaan gaan overlopen. Het is ook heel belangrijk om daarbij te vermelden dat die knop Begin gesprek enkel beschikbaar is voor de therapeuten. Dus de patiënt kan zelf niet zo'n gesprek gaan initiëren op eender welk moment. Het initiatief komt eigenlijk altijd van de therapeut uit. Je kan ook telkens natuurlijk zien wat de vooruitgang is van de patiënt bij alle oefeningen die je hebt doorgegeven. Je kan hier natuurlijk ook verschillende details over je account terugvinden. Je kan zien welk plan je op dat moment hebt en een nieuw plan gaan aankopen. En we hebben natuurlijk ook een helpdesk als er een probleem zou zijn. Kan je hier een berichtje sturen en dan helpen wij je zo snel mogelijk verder. Wanneer we nu even gaan kijken langs de kant van de patiënt, dus ik zal even inloggen met mijn ander account, zie je eigenlijk onmiddellijk op het moment dat je inlogt welke taken je vandaag hebt uit te voeren. Je kan hier onmiddellijk klikken op start en dan start die oefening ook. Dus je ziet, ik zie de doel, ik zie de voorbereiding, ik zie de uitvoering. Ik kan mezelf hier ook opnemen met de camera. Ik kan de metronoom gaan gebruiken bij deze oefening. En wanneer ik de oefening uit heb gevoerd, kan ik dan eigenlijk aangeven wat mijn ervaring ermee was. Je springt dan eigenlijk automatisch van het overzicht naar de opdrachten. Ik heb al mijn taken voor vandaag gemaakt, maar ik heb ook een beeld van mijn lopende opdrachten. Dus je ziet op elk moment hoe ver je staat in het maken van de oefeningen. De patiënt kan ook de resultaten gaan bekijken. Dus eigenlijk de resultaten die je als therapeut kan zien, kan de cliënt ook gaan zien. En dat is eigenlijk wel heel goed voor de motivatie van de patiënt. Dat zij zelf ook zien of zij al veel vooruitgang hebben geboekt en waar zij nog op kunnen verbeteren. Wanneer ik even ga kijken naar het account van de patiënt, heb je daar opnieuw de gegevens en het plan, maar dat is voor de patiënt gratis. Maar het derde die je daar kan zien, is het luikje Mijn Therapeuten. Je ziet dat bij mij als patiënt er twee therapeuten gelinkt zijn. Dat impliceert eigenlijk twee zaken. Enerzijds, als je werkt met verschillende collega's, kan die collega gemakkelijk de gegevens en de therapie van die patiënt overnemen, omdat die ook gelinkt staat met dezelfde patiënt. Dus dan heb je eigenlijk alle twee inzicht in de details van de patiënt, het elektronisch patiëntendossier, de oefeningen die worden doorgegeven en de resultaten. Wat impliceert dat nog? Is dat je eigenlijk multidisciplinair kan gaan werken. Als je een bepaalde patiënt hebt die niet enkel logopedie volgt, maar bijvoorbeeld ook naar een psycholoog gaat, dan kunnen die beide therapeuten gaan linken met de patiënt en dan zie je eigenlijk ook de gegevens van elkaar. Wat natuurlijk de therapie enkel ten goede komt. De patiënt heeft ook een helpdesk waar hij terecht kan voor vragen en dan antwoorden wij daar zo snel mogelijk op. Het platform is ook beschikbaar in verschillende talen. Dit stond nu natuurlijk in het Nederlands, maar is ook beschikbaar in het Italiaans, het Frans, het Spaans, het Engels, het Duits of het Catalaans. Ziezo!